Van bouwkunde tot aan lucht- en ruimtevaart wordt er over gespeculeerd. Wie is de meest ondernemende wetenschapper van de TU Delft? Misschien wel Koen Bertels. Ondernemingen zijn de enige onderdelen van de maatschappij waar echt waarde en dus ook welvaart gecreëerd wordt. Dus als we geen bedrijven meer hebben, geen ondernemers meer hebben, dan leggen we een zware hypotheek op de welvaart van de Europese en ook de Nederlandse maatschappij. Ik probeer het goede voorbeeld te geven, dus ik ben nu net aan mijn derde bedrijf zelf begonnen en ik geef ook een aantal vakken aan studenten waarbij ik ze probeer duidelijk te maken dat ondernemerschap veel te maken heeft met een drive, met een roeping, maar eigenlijk ook een stuk kan aangeleerd worden. Koen heeft mij geholpen met het omzetten van een idee naar een concreet plan. Dus hoe ga je beginnen? Waar kan je investeerders vandaan halen? Is het daadwerkelijk wel, als je het op de markt brengt, is dat een goede time to market? Houd de concurrentie goed in de gaten? Dat soort zaken. Het oprichten van ondernemingen binnen de schoot van de universiteit is een belangrijke graadmeter van de relevantie van wat er gebeurt binnen die instelling. Je hebt natuurlijk fundamenteel onderzoek dat niet zo onmiddellijk toepasselijk is. Maar zeker een technische universiteit die toch in de toegepaste wetenschappen zit, denk ik, kan zich niet tevreden stellen met geen actief beleid rond valorisatie. En ik denk dat de TU sinds een paar jaar er een heel bewuste weg is ingeslagen en dat het ook zijn vruchten begint af te werpen.